Dag iedereen, welkom bij De Railleur. Dat is de gloednieuwe podcast van Pix Plus Sports. Een wielerpodcast, maar de timing waarop we lanceren, ja, zegt wel veel natuurlijk. Het WK op de weg is gereden en de komende maanden gaan we het bij Pix Plus Sports vooral over cyclocross hebben. De wereldbeker, de superprestige. Die klassementen zijn bij ons te zien, alle wedstrijden live. Met soms de analyse van de man in de ene sofa, dat is Niels Albert. Topanalyse Niels, het is niet omdat je hier zit dat ik het zeg. En onze tweede gast vandaag, een minstens even grote naam Niels, dat neem je mij niet kwalijk, denk ik. De CEO van Flanders Classics, Thomas van den Spiegel. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Thomas, je bent net terug. Ja, ik zeg morgen, ik twijfel, want wat is het voor jou? Morgen of middag of voor avond? Voor mij is het nu avond eigenlijk. Je komt van Australië. Ja, ik ben naar het WK geweest, dus ik ben eergisteren teruggekomen, maar ik word wel nog elke ochtend wakker nu om 4 uur, omdat het in Australië gewoon 8 uur later is. Ik was net aangepast en toen moest ik terugkeren. Ja, hoe lang ben je daar geweest in totaal? 8 dagen. Ja. Vertel, want ik heb een filmpje gezien op jouw Instagram. Aan de aankomst, je hebt Remco Evenepoel wereldkampioen zien worden vanop 20 meter, denk ik. Ja, vanop 5 meter bijna. Ja. Maar het was wel een historisch moment. Het was wel leuk om erbij te zijn. Ik had ook het voorrecht om in het Hotel van de Belgen te logeren en overal dichtbij te zijn. En het was echt wel de goed nieuwsshow. Hè? Want het ging niet alleen over Remco, maar het ging ook over alle andere categorieën waar we toch wel heel erg goed gedaan hebben. Ja. Een zestal medailles in totaal in de verschillende categorieën. Niels, jij dat WK op de weg gevolgd? Heb je daar tijd voor gehad? Ik heb wel wat gekeken. Nu, de enige echte wegrit waar ik voorop gestaan ben, is die van de mannen. Hoe laat? 5 uur. Ja. Dus dat was best oké. Dat was nog 150 kilometer doen, denk ik, op die moment. Dus voor de rest heb ik het wel zo wel wat gevolgd. Ik zal zeggen tussen 7 en 9 morgen. Ja. Zo, maar... Ja, de meest normale uren. Thomas, je hebt ook wat basket meegepikt daar. Ja, voor mij was het wel enorm handig natuurlijk dat er ook het WK vrouwenbasketbal was. Ik heb nog een aantal sportpolitieke functies ook binnen het FIBA, binnen het wereldorgaan van basketbal. Dus ik kon daar mijn beide passies eigenlijk en ook professioneel kon ik alles daar combineren. Hè. Dat is heel toevallig dat allemaal op een uur van elkaar was. Dus ik ben ook nog een dagje langer gebleven om de Cats te gaan aanbieden. Ja, aangename combinatie. Niels, hoe zit het met jouw nachtrust in het algemeen? Want kindje, ook getrouwd intussen, family life. Ja, mijn nachtrust is goed, jong, ik slaap goed. Ja, maar ja. Veel werk in de fietswinkel? Of? De fietsbranche in het algemeen, denk ik, is door de afgelopen 2 jaar wel... geëxplodeerd door corona. Mensen hebben dat fietsen wel leren ontdekken. En jammer genoeg, door corona zitten wij nu in de juiste business. Ja. Maar is het nog altijd zo druk als... ik sprak je bij een van de vorige crossen ook wel, vorige winter. Toen was het heel druk. Is dat een beetje gekalmeerd intussen? Het is iets rustiger geworden, maar het is natuurlijk nu ook een periode. We komen van op 3 weken tijd van 30 graden, zullen we zeggen, nu naar 4 graden deze morgen. Dus dat gaat direct dan in één keer bergaf. En dat voelen we wel een beetje. Maar qua herstellingen en zo blijft dat druk. Veel mensen, energiefactuur natuurlijk, gaan hun oude fietsen een beetje in orde zetten. Om nog wat te kunnen fietsen. Dus dat zien we wel. Maar je hebt evaluaties gehad, heb ik me laten vertellen. Ja, dus klopt. De zakenman Niels Albert moest harde beslissingen nemen? Nee. Wij doen... ik heb dat geleerd vanuit mijn verleden, dat wij proberen om de 2-3 maanden een keer samen te zitten en gewoon ook een luisterend oor te zijn voor de mensen die bij ons werken. En dan wordt er altijd wel iets van opgepikt of wat dat kunnen we misschien beter doen of dat kunnen we misschien aanpassen. En uiteindelijk is het ook gewoon tof met die gasten eens samen zitten en iets eten en een pint drinken. Dat is ook altijd wel fijn. Alright, het wegseizoen zit er zo goed als op. Kijk je eruit naar uit naar de start van... het crossseizoen? Jawel. We hebben toch wel wat jong talent en zo, denk ik, dat wel zou moeten kunnen komen aansluiten. Niet altijd voor te winnen, denk ik, maar dat is wel iets om naar uit te kijken. Ja, we zitten hier samen voor een soort seizoensvooruitblik. Wij hebben er zin in met onze redactie en we hopen u hiermee ook zin te doen krijgen in het seizoen. Mathieu van der Poel, koning van de Citadel. Na een lange en zware wedstrijd heeft hij niet cadeau gekregen. Lucinda Brandt wint, net zoals vorig jaar in Merckxplas, met overmacht. Hier is al binnen, Mele Iserbiet. De arme Wijd heeft het gedaan op 1,5 ronde. Vos komt er nog over, ze doet het toch wel weer zeker. Derde wereldbekerzege van het seizoen. Piet Kok springt dubbel zo snel over die balken. Wauw. De eerste zege van het seizoen van Thomas Pidcock. Onbedreigd, Wout van Aert richting de zege. Ze haalt het toch, Fem van Empel. Op haar 19e pakt ze bij de elite-rensters een wereldbekerzege.
Ja, dat geeft wel zin in dat nieuwe seizoen natuurlijk. Niels, je bent er eigenlijk ook al een beetje aan begonnen. Je hebt al wat crossen becommentarieerd. Wat is jou op sportief vlak, we gaan daar nog niet zoveel kunnen over zeggen, maar wat is jou al opgevallen? Op sportief vlak dat we toch wel wat jeugd zien naar voren komen. En dat, ik zal zeggen, er wel wat renners die al wat ouder zijn, rond de leeftijdscategorie, ik zal zeggen 5, 6, 7, 28, dat die overspoeld worden door de jeugd die staat te trappelen, zoals een Ronnaar, een Viseur, een Verstringen, een Thibaut Nijs, dat die echt de sprong eigenlijk naar voren al een stuk gemaakt hebben op jonge leeftijd. En dat er al wat renners komen die gewoon 3, 4, 5 plaatsen achteruit gaan gaan, omdat die jeugd eigenlijk daar zit aan te komen. Dus ja, dat is mij wel al opgevallen. Ja, bij de dames is het eigenlijk ook een beetje van dat, met Van Empel die goed begonnen is. Ja, we zitten eigenlijk een beetje in datzelfde categorie. We hebben daar Lucinda Brandt die wel nog zeker gaat meedoen. Maar ja, Van Empel, daar komt Van Androoy bij. Daar gaat Puk Pietersen bij komen. En dan zitten in volgens mij de gevarenzone zo wat Annemarie Worst, Celine Alvarado, ja, bijvoorbeeld. Dat zo de vrouwen, ja, die moeten dit jaar toch echt wel gaan die stap die twee jaar geleden heel dominant waren, maar vorig seizoen al minder presteren. Ja, ja, dus daar ben ik wel eens benieuwd van hoe dat zich gaat evolueren de komende weken, maanden. Ja. Bij de mannen, Niels, Elisabeth van Toerenhout, dat zijn de namen die in afwachting van de toppers de dienst uitmaken, denk ik, hè, vooral. Ja. Voor toch? Het zijn ook wel toppers, maar ik denk dat we inderdaad ook wel uitkijken naar misschien wel een driestrijd tussen die drie wegrenners, zullen we zeggen. Wat vind je ervan dat Laurens Week weer kopman is, nu bij Crelan Fristad? Ik vind dat positief. Hoe meer renners er gescheiden zitten in verschillende ploegen, zeker in de cross, krijg je meer open wedstrijden. We zien dat nu jammer genoeg met het wegvallen van Toon Aerts momenteel nog, dat er eigenlijk, als zoals van het weekend, Laurens niet is, dan is gewoon Michael tegen Eli die aan het crossen is. En Lars van der Haar doet wel wat tegen, maar in die end moet hem daar ook wel wat van afhaken. Ja, en dan weet al op voorhand wat vaak de uitslag is. En dat vind ik op deze moment wel jammer. En hoe meer verspreide pionnetjes dat er zijn, hoe meer open gekoest dat er kan worden. Dus ja, ik juich alleen maar toe. Ja, we gaan hier in de komende podcast nog veel vaker over het sportieve praten. Maar met Thomas hier als gast natuurlijk gaan we het hebben over het organisatorische. En Thomas, de kalender voor de Wereldbeker is net voorgesteld, een dag of 10 geleden. 14 matches in 8 verschillende landen. Zeg eens, hoe blij ben je met wat er uiteindelijk op het programma staat? Ja, het heeft elk jaar wel wat voeten in de aarde om die finale kalender aan te kondigen. Hè, want nu is het echt wel heel laat. De voorbije jaren was het ook natuurlijk door COVID deels dat er nog wat wijzigingen waren. Maar we zijn wel heel erg blij met hoe de kalender. Ik denk dat we een heel evenwichtige kalender hebben dit jaar. Hè, waarbij toch de focus nog steeds België blijft, omdat de sportieve, maar ook de economische kracht van cyclocross zit nog altijd hier. Maar waarbij dat we toch naar een aantal nieuwe landen gaan, waar ook wel historisch, maar ook op vandaag als participatiesport veel gedaan wordt rond veldrijden. Ik noem graag Ierland dan, met Dublin, dat erbij gekomen is. Ik noem ook graag Benidorm, waar toch wel heel veel enthousiasme is. Besançon komt terug. Dus er zijn wel een aantal bestemmingen die echt wel mogelijkheden bieden en die echt wel, denk ik, de cross ook een stuk vooruit gaan helpen. Ja, vertel eens over Dublin bijvoorbeeld. We gingen eigenlijk al naar Dublin in het COVID-jaar, in het COVID-seizoen, waar er uiteindelijk maar 5 wedstrijden zijn doorgegaan. We hadden nu ingezet op Londen, maar door een heel aantal bureaucratische perikelen hebben we Londen moeten uitstellen naar volgend jaar. Ik ben nog altijd van overtuigd dat het er komt, maar een cross organiseren in het centrum van Londen, daar komt heel veel Wat is dan het voornaamste probleem? Je zit gewoon in het centrum van een stad. Dus het gaat over mobiliteit, het gaat ook over we moesten een omwonende bevraging doen. Die termijn was net iets te lang ten opzichte van de start van de Wereldbeker. Dus er waren nog een aantal bureaucratische zaken waar we door moesten die niet gelukt zijn op tijd. Of toch die misschien niet gingen lukken op tijd. Maar we hadden Dublin eigenlijk nog, ik zal maar zeggen, in onze achterzak zitten van het seizoen 2021. Waar toen heel veel enthousiasme was. Veldrijden als participatiesport, zeker zowel in de UK als in Ierland, is zeer groot, omdat het heel onveilig is om op de weg te rijden. Er zijn heel weinig voorzieningen voor wegfietsers. Niet alleen in België dat het soms tegenkomt. België is heel veilig vergeleken bij Australië ook, of vergeleken bij de UK voor wegfietsen. Ja. Maar daardoor zijn er heel veel mensen
mensen die als hobby cross doen. Dus we voelen daar heel veel enthousiasme. Dus we zijn eigenlijk wel heel blij met Dublin. En ook met de medewerking van toch wel de federatie daar. En Sport Ireland, het overkoepeld orgaan. Ongelooflijk enthousiast, dat is wel plezant. Niels, heb jij al een ticketje naar Benidorm geboekt? Nee, nog niet voor een vakantie te gaan. Ja. Ik heb nog geen. Maar dat vind ik op zich wel. Allee, de datum op zich en zo, als hem gebleven is, daar. 22 januari. Dat is eigenlijk een ideale datum, want dat was eigenlijk heel veel renners die dan zo Benidorm, Calpe op stage gingen richting dat WK. En dan moest eigenlijk altijd terugkomen voor in België of in Nederland te crossen. Dus ik kan eigenlijk alleen maar aanjuichen dat je daar dan eigenlijk op die locatie zit. En die jongens gaan dan toch allemaal starten, want ja, dan. Ja. Kunnen we beter crossken meepikken. Dat is exact de reden waarom die datum is gekozen. Hè? Ja, we hadden wel al interesse uit Benidorm. Hè. Vorig jaar was er heel veel discussie dat er elke week een wereldbekercross was. En zeker Val di Sole, de ploeg Nijs die dan niet naar Val di Sole ging. Daar was wel wat om te doen, omdat die op stage ging. En dan hebben we gezegd, we zullen gewoon even zoeken om een stagebestemming te incorporeren in de wereldbeker. Dan kan iedereen eigenlijk redelijk lang op stage gaan. Hè. Want als je op de zondag cross, kan je eigenlijk ervoor. En daarna kan je relatief lange stage inbouwen. Belgische aandacht gegarandeerd in Benidorm. Daar zitten wel wat landgenoten, denk ik. Ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Iedereen denkt ook dat we nu op strand in Benidorm gaan. Dat is niet zo, hè? Het is eigenlijk in een park in Benidorm. Dus dat zal misschien nog even ontgoocheld zijn voor sommigen. Ja, jullie blijven op, wat is het, een halve kilometer of een kilometer van het strand weg. Beekse Bergen komt er ook bij, wereldbeker. Wat moeten we daarvan verwachten? Een redelijk vlakke cross. Is dat in het dierenpark ernaast? Ja, het is naast het dierenpark. Ja. Hetzelfde domein. Libema is een grote Nederlandse organisator van sport, maar ook eigenaar van recreatieparken, waaronder Beekse Bergen. Die mensen werken ook samen met Shimano. Die organiseren het tennistoernooi in Rosmalen onder andere ook. Dus dat is een vrij groot bedrijf die al jaren interesse toonde in veldrijden en die dat nu ook geconcretiseerd. Ja. Dan hebben we ook Maasmechelen nog. Ja, hebben we ook nog uit onze hoed kunnen toveren, dankzij de gemeente onder andere Maasmechelen. Dat is dus laat tot stand gekomen. Ja, dat is heel laat tot stand gekomen. Omdat Rukven ons aangegeven had dat ze zich wat misrekend hadden met de passage van de Vuelta in Nederland, onder andere dit jaar. Maar ook met het WK in Hogerheide en met de marche in Beekse Bergen. Dat is allemaal in dezelfde provincie, dat is allemaal in Noord-Brabant. En men had zich wat anders voorgesteld naar hun model, hun businessmodel. Toe dit jaar. Dus naar sponsoring toe bijvoorbeeld hebben ze minder kunnen binnenhalen dan. Ze gaven ons aan dat het misschien moeilijk zou worden, hè, maar dat we even goede vrienden, maar laten we op zoek gaan naar een oplossing. Want jullie hebben ons ook al uit de noten geholpen de voorbije jaren en dat is zeer goed gelopen. En dan hebben we eigenlijk al contacten gehad in Maasmechelen. Je zit daar natuurlijk met Ter Hills, dat is een prachtig domein, oude mijn zitten. En daar hadden we al in het verleden contacten gehad en ook daar de gemeente onmiddellijk heel erg enthousiast om die wereldbeker ook dit jaar nog naar Maasmechelen te halen. Dus dat wordt ook wel denk ik cross om naar uit te kijken. Ja, Rukven valt weg. Dendermonde zit niet meer in die wereldbeker. Wie mis ik nog? Er zijn er nog een paar die. Londen is Dublin geworden eigenlijk. Hè. En dan Dendermonde is eigenlijk Gavre geworden op 26 december. En dan zo zien wij het. En Rukven wordt vervangen door Maasmechelen. Ja, en was Londen vooral de reden waarom je zegt dat die planning er laat kwam? Omdat je echt nog hoopte op die. Ja, toch wel. Omdat we hebben daar een lokale partner en die gaf ons toch steeds aan van het komt in orde. Maar dan werden die termijnen net iets te kort. En het had nog in orde kunnen komen, maar we konden niet langer wachten. We zouden ook als organisator wil je geen gezichtsverlies leiden. Ja. Nog 3 weken voor het evenement moeten cancelen. Dus dan hebben we het zeker voor het onzeker. Ja. Niels, 8 verschillende landen. Er zitten een paar mooie namen bij. Hè. Beekse Bergen, Dublin, dat zijn wel locaties die tot de verbeelding spreken. Heeft de cross dat nodig? Ja, misschien wel om het proberen alleen voor de renners interessant te maken. Maar ja, de cross natuurlijk weten we door in het verleden dat heel veel Vlaams is. Maar ik zou het als renner wel fijn vinden om naar die grote steden te kunnen gaan en gaan te crossen. Maar ik denk gelijk dat de cross echt wel ook een heel goed Vlaams product is en dat we dat niet mogen vergeten. Dus, dat evenwicht probeer je te bewaren? Wel, ik denk dat we nu met Zonnehoven, Overijse, Gavre, Antwerpen en de vijfde Maasmechelen. Dat zijn de 5 Belgische. Ik denk dat we daar wel een goede mix vinden tussen traditiecrossen, zeker nu ook met de opwaardering terug van Gavre, tussen traditiecrossen en dan een aantal nieuwe bestemmingen. Ik denk dat dat de toekomst moet zijn van de wereldbeker. Echt een
het centrale gegeven blijft België. En dat je dan echt... We zijn al voor volgend jaar met Baskeland aan het spreken. Ja, Baskeland is ook wel een historisch crossbastion. Ja, in Igorre was dat, hè? Wel, het is nu met Igorre dat we terug aan het spreken zijn. Laat ons hopen dat dat lukt. Hè. Dat is nog geen garantie natuurlijk. Maar we zijn wel aan het kijken. Hè. Mochten we ook nog in de toekomst Wetsikon en München kunnen terugbrengen, ja, dan zijn we terug aan het spreken over een waardige wereldbeker. Klopt het dat er in Australië met de UCI ook is samengezeten over de verschillende wielersporten en dat daar gepraat is over hoe kunnen we die in zijn totaliteit naar een hoger niveau stuwen? Of is dat een... Ik denk dat dat een discussie of een gesprek is dat constant loopt. Alleen moeten we ons wel realiseren dat cross een wintergegeven blijft. Hè, en dat cross nu ook gedomineerd wordt door een aantal renners die de verschillende disciplines beoefenen. Waardoor dat je niet kan zeggen, van zoals in het mountainbiken, spreidt de wereldbeker over een veel langere periode. Ja, wij kunnen ons dat vandaag niet permitteren om een aantal redenen. Dus het is niet zo dat je kan zeggen, we gaan de ene week, we zijn ook geen Formule 1, we hebben niet de middelen van Formule 1, dat je kan zeggen, de ene week gaan we naar Australië en de week erna gaan we op stand in Dubai. En daar is de cross op vandaag zeker op vandaag nog niet klaar voor. Misschien binnen 10, 15 jaar dat wel kan. Ja, dus USA blijft eigenlijk op dit moment de verste plek waar... Maar er is interesse uit andere continenten. Alleen moeten we aanvaarden dat cross, zoals Niels net zegt, dat nog steeds een Vlaams gegeven en grotendeels blijft. Dat de economische... Het economisch centrum van cross hier nog zit. Als je ziet ook waar de sponsors nu grotendeels vandaan komen. Er komen nu wel een aantal internationale merken bij. Dus je voelt wel dat dat begint te bewegen, maar het is nu niet zo dat we klaar zijn om naar Zuid-Amerika. Er is al interesse geweest uit Afrika, uit Zuid-Amerika, maar het is niet zo dat we daar nu al klaar voor zijn. Ja. Dus het is een beetje zoeken, hè, om die verschillende wedstrijden onder te brengen in de wereldbeker, de superprestige. Mm. Daar heb jij soms moeite mee, hè, dat die Gavre bijvoorbeeld, om er nu maar één te noemen, die maakt nu geen deel meer uit van de superprestige. Die traditie, dat is soms misschien lastig voor de mensen om die switch dan te maken. Of hoe zie jij dat? Het is zeker niet dat ik zal zeggen, een onoverkomelijk probleem is. Laat dat duidelijk zijn. Maar vroeger wisten ze, zo'n jaar of 4, 5 geleden, was ze, ik ga naar Gavre, dat is superprestige. Ik ga naar Zolder bijvoorbeeld, dat is wereldbeker. Ik ga naar Kokzijde, dat is wereldbeker. En nu zit daar heel veel verschuivingen in. Maar wat ik wel tof vind, wat Thomas net zegt, dat je probeert om die echte crossen zoals Wetsikon, München, dat die zo, die, wat wij in een tijd van Stamsnijder en Roland Libeton praten, die daar de wereldbeker gingen crossen. Ik denk dat je dat alleen maar kunt toejagen, dat je echt naar die... Ja, naar die oercrossen, zullen we maar zeggen. Zo eens proberen terug te gaan. Maar je hebt heel veel, vind ik, heel veel mooie crossen. Zoals Gavre, Koppenberg, Overijse. Dat zijn in mijn ogen klassiekers. En ik vind dat die hun waarde moeten krijgen op de kalender. Gewoon omdat dat mooie organisaties zijn. En al jaren dat je de crossen hoog houden. Dat hebben jullie nu ook wel geprobeerd, Thomas. Want Gavre bijvoorbeeld is dan wel van superprestige naar wereldbeker gegaan. Maar die heeft nu wel als datum tweede kerst... Wat een heel goede datum zou kunnen zijn. Hè? Ja, ik denk dat een van de betere data op de kalender is. Je zit daar in die kerstperiode, er is heel veel cross. Maar je weet ook dat alle toppers zullen meedoen. Dus we proberen dat wel. Ik sluit me ook wel aan bij Niels. Het is altijd wel zoeken naar een evenwicht. Ik denk nog altijd dat er... Te weinig differentiatie is tussen crossen op vandaag. Alle crossen worden eigenlijk op vandaag op hetzelfde niveau gepositioneerd. De wereldbeker wordt nu wel een stuk hoger gepercipieerd. En ik denk dat dat de bedoeling moet zijn in de toekomst ook. Zodanig dat er niet het verwachtingspatroon is, want dat gaat nooit meer terugkomen. Uw tijd komt nooit meer terug, waarbij dan een organisator, of dat er nu half september stond of na het WK, wist van ik ga alle toppers hebben. Als wij op de weg de druivenkoers organiseren, dan verwachten wij ook niet Pogacar en Roglic en Mathieu en Wout aan de start. Hè. Soms moet je dat ook wel accepteren en moet je gaan kijken van oké, waar kunnen we wel mee werken? En dat is niet altijd evident om die switch te maken. En dat het gebalde seizoen van de topcrossen met alle toppers aan de start, dat tussen begin december en het WK gaat zitten in de toekomst, dat gaat zo blijven. En dan moeten we gaan kijken van hoe kunnen we daarnaast toch nog een goed product maken waar dat iedereen ook, of zoveel mogelijk mensen ook in geïnteresseerd zijn. En is het... jullie taak ook als grote organisator om die kleine organisatoren daarvan bewust te maken? Want voor hen is dat soms moeilijk om dat te accepteren. Maar de economische realiteit... Ik denk dat we dat ook gewoon aan het
doen zijn. Ja, ja soms, ja, dat komt ons ook. Hè. Cross is altijd wel een kleine wereld. Een leuk wereldje daarvoor. Hè, waarbij dat we eigenlijk ja, een halve revolutie veroorzaakt hebben een paar jaar geleden door die wereldbeker uit te breiden. En te zeggen, ja, de zondagen zijn vanaf nu altijd wereldbeker. Ja, dat is heel moeilijk te accepteren voor sommige mensen. Maar ik denk dat dat ook gewoon een stukje innovatie, evolutie is. En we hadden het ervoor, voordat we hier zaten, daar net al even over. Ja, de concurrentie wordt er niet minder om de aandacht van de veldritsupporter te gaan vastkrijgen. Om die nog te overtuigen van tickets te kopen, om naar een veldrit te komen. Om zelfs nog op televisie, alhoewel televisie houdt heel goed stand in veldrijden. Maar dus ja, er is heel veel concurrentie van andere sporten, van andere entertainmentproducten vandaag. En we moeten ervoor zorgen dat we tegen 2030 dat veldrijden nog zijn positie heeft. En ik denk dat dat de enige manier is, wat we nu aan het doen zijn, is echt te gaan proberen van een topproduct te maken waar de toppers aan de start komen, waar mensen nog aan gaan geïnteresseerd zijn. Ja, dan komen we een beetje bij de toestand van de cross in 2022. Niels, je hebt denk ik in Kruijbeke gewerkt. Dat was een gratis cross, maar er was ook niet veel volk, hè? Ja, we hadden nu wel wat pech met het weer, want het was wel een heel slechte dag. Maar voor de eerste cross was dat wel fijn. Het was direct een beetje techniciteit wel. Maar ja, we zitten, die beginfase van de cross is altijd moeilijk. Hè. Zolang dat WK niet gepasseerd is, wordt er over de cross weinig geschreven. Nu zeker, afgelopen weekend dan met een Belgische wereldkampioen, met Remco, verdwijnt de cross dan natuurlijk helemaal even in het niets. Soms is dat wel jammer, maar ja, er zijn gewoon heel veel organisatoren die echt willen organiseren en die kalender zit gewoon overvol. Ik denk dat dat gewoon duidelijk is. En, ja. Er is niet alleen een differentiatie nodig, wat Thomas zegt, maar jij vindt ook dat er nog gewoon te veel wedstrijden zijn. Ik zeg niet dat er te veel wedstrijden zijn, maar je kunt niet verwachten dat, omdat er inderdaad van andere kanalen, hè, wat Thomas daarnet ook vertelde, dat vroeger had alleen maar de gewone kabel-tv. Hè, en dan gingen de mensen naar de cross kijken, maar er was voor de rest niks. Geen terugkijk-tv, niks na dan nul. En nu worden mensen gewoon veel harder getriggerd om 's morgens gaan te wandelen en in de namiddag een taartje te eten met een koffie en een serie te kijken, wat cross te kijken, andere sportwedstrijden te bekijken. Niet meer de hoogste prioriteit. Ja, ik denk dat niet. Het is not, zolang tv is super interessant om dat te kijken, is ook gewoon echt gemakkelijk. En dat merkte gewoon de afgelopen jaren een beetje gewoon aan het aantal toeschouwers. Hè. Vroeger was een topcross 12.000, 13.000 man. En als je nu een toporganisatie hebt, dan heb je er 5.000, 6.000, denk ik. Buiten de speciale crossen natuurlijk. Hè. Maar er zijn crossen bij waar geen 1.000 man rondlopen. Ja. Thomas, merk je dat ook, dat die cijfers teruglopen de laatste seizoenen? En hoe, natuurlijk, hoe zie je een gezond evenwicht tussen tv-publiek en fysiek publiek? Wij zijn in het veldrijden gekomen vlak voor COVID. Dus voor ons is het is natuurlijk moeilijk beoordelen. Ik denk dat we vorig jaar een aantal crossen, hoopgevende crossen wel gezien hebben qua toeschouwersaantallen. We hebben ook wel nog vlak voor COVID meegemaakt met meer dan 20.000 mensen. Ik denk inderdaad, er zijn een aantal speciale crossen. De Koppenbergcross, ik ga er vanuit Gaveren opnieuw dit jaar. En dat we daar toch gaan in slagen om daar heel veel volk te hebben. Zonoven ook op een heel goede datum begin januari. Dat we die kuil terug gaan kunnen vullen. Maar de uitdaging is, denk ik, om een product te maken waar mensen echt terug weer willen bij zijn. En ik denk dat ook wel een stukje de shift van iets minder slagers en bier naar iets meer music for life en kampvuren en gezelligheid. En dat we die ook moeten accepteren. Dat ook meer van deze tijd is dan dat de biertent die altijd zijn plek zal hebben. Maar dat het belangrijkste was van een cross. Ik denk dat die tijd ook voorbij is. Dat mensen gewoon ook in de manier dat ze de cross willen beleven ook wel een stukje geëvolueerd zijn. En dat we daar ook een beetje moeten zoeken naar nieuwe concepten en nieuwe belevingen. Ja. Welk budget heb je eigenlijk nodig als je een succesvolle cross wilt organiseren? En is dat voor de kleine organisatoren? Er is een verschillend budget tussen wereldbeker en andere klassementen of losse crossen. Dat is sowieso het geval. Maar ik denk dat dat een cross, als je die goed wil organiseren, nog altijd haalbaar blijft. Ik denk dat je een wereldbekercross kunt organiseren vanaf €250.000 en een klassementscross vanaf een budget van een kleine €200.000. Ik denk dat dat zo'n beetje de budgetten zijn. Ik zei dat net in de Franstalige podcast, want ik ben al opgewarmd. Dat was van het Frans, maar... ja. Ik zei dat net van de eerste keer dat ik in Val di Sole kwam. En Val di Sole organiseerde WK mountainbike en wereldbekers mountainbike. Dus die zijn wel gewoon van dat soort evenementen te organiseren. En die zeiden, oh, cross, dat is potgoedkoop. Echt? Oké. Okay.
Wat wij maar aan fee moeten betalen aan jullie, dat is toch eigenlijk veel te weinig. En dan, dat zeiden ze. Ja, ik zeg ja, ik zal in België ook eens lanceren hoe dat jullie dat dus je hebt het opgetrokken zien, voor dit seizoen? Nee, het is nog altijd hetzelfde als het eerste seizoen. Maar zij zien dat ook een stukje als een soort marketing. En ik denk dat Maas Mechelen daar nu ook zo bijvoorbeeld als Belgische cross naar kijkt. Ja, dat is een stukje marketing voor, en reclame om mensen een aantal dingen te tonen. En zo kijken zij daarnaar. En hier komen we natuurlijk uit een tijdperk waarbij in elke gemeente een cross georganiseerd werd. Ja. Het is natuurlijk in sterke mate, Niels, gelinkt aan die grote namen. Wanneer verwacht je die? Dit seizoen? Goh, ik denk, de allergrootste namen, hè, want de andere renners zijn, zoals je terecht zei, ook toppers. Ik denk dat ergens eind november, begin december ergens zal zijn. Dan een cross of 8, 9 à 10 rijden tot en met de kampioenschappen. Pidcock al wat vroeger misschien? Misschien iets vroeger, want hij ligt er al iets langer tussenuit. Maar zo'n mannen zoals de Mathieu en de Wout zijn nu wel... Allee, de Wout is op vakantie, denk ik, en de Mathieu is al terug, maar ze zullen ook wel even de nodige rust willen. Dus ja, we gaan heel rap november zijn op deze momenten. Ja, ik denk wel dat ze meer crossen gaan rijden dan... Allee, ik weet eigenlijk dat ze meer crossen gaan rijden. Dus eigenlijk, het ziet er wel goed uit eigenlijk voor de crossen. Wanneer duiken ze het veld in? Wat Niels zegt, eind november, begin december. Maar ze gaan allemaal toch wel, denk ik, 12 à 15 crossen rijden deze winter. En een WK dat dit keer net in Nederland is, dat gaat ook meespelen, denk ik, hè, om die mannen... Ja, het is de grote prijs Adrie van der Poel, dus ik denk dat er één iemand wel heel erg gemotiveerd zal zijn. Ja, maar voor de anderen is het ook... Pidcock was er natuurlijk als wereldkampioen. Maar het is wel een heel laat WK. Het zit heel dicht tegen het wegseizoen aan. Het is allemaal een week later. Het WK is maar uit mijn hoofd... het is eigenlijk niet meer januari. Je hebt nog wereldbeker in Besançon op 29 januari. Ja, dus het is een week later. Dus het is begin februari. Ja, drie weken later is er natuurlijk de omloop in Nieuws. Dat is de opening van het Europese wegseizoen. Dus even kijken hoe ze daarmee omgaan. Maar ik denk wel dat ze alle drie het WK in Hogerheide gaan rijden. Ja. Mathieu van der Poel, Niels. Je hebt een goede band met hem. Heb je hem gehoord na wat er gebeurd is in Australië? Nee, ik heb de Mathieu niet gehoord. Ik hoor Mathieu wel sowieso, je weet wel, op de cross of zo. Ja. Maar een goeie dag, een goeie morgen. Maar het is niet dat wij elkaar bellen. Maar ja, dat is een jammerlijk voorval. Hè. Ja, kun je niet meer over zeggen. Ja. Gaat dat zijn seizoen beïnvloeden, denk je? Kan dat een rol spelen? Dat die... Ik denk dat niet. Ik denk niet dat de Mathieu... De Mathieu, zoals ik hem ken, is iemand die vindt dat natuurlijk super jammer. Hij heeft daar 2-3 maanden echt alles voor opgeofferd om super te zijn in Australië. En dat ging ook gelukt zijn. Winnen, dat weten we natuurlijk niet, maar die ging zeker top geweest zijn. Krijgen we ook een ander koers, denk ik, in Australië als Mathieu daarbij is. Maar ik denk dat hij nu al op zo'n mountainbike zit of zo'n crossfit zal wat uit het bos aan het rijden. Hij had op Strava gepost Clearing the Mind, denk ik. Ja, dus dat gaat stelselmatig. En het is vooral een beetje de heisa er rond nog, denk ik. De journalisten die er nog iets van willen maken, denk ik. Maar voor de rest gaat dat COVID te flow. Zat hij bij jou op de vlucht, Thomas? Nee, hij was al een dag vroeger weg. Ja. Goed, Mathieu... Ik kan daar wel mee om, denk ik. Ik denk dat hij al aangetoond heeft. Hij heeft wel al wat tegenslagen gehad. Hij heeft de rugproblemen gehad vorige winter. Hij heeft bijna niet gecrossed na de val op de Olympische Spelen. En dan komt hij terug en met redelijk weinig basis wint hij de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. We vergeten allemaal heel snel, hè, maar Mathieu heeft Vlaanderen gewonnen vorig jaar. Prachtig dus voorjaar, hè? Het is niet dat hij heeft de proloog gewonnen in de Giro, een aantal dagen in het roze gereden. Dus het is niet zo dat het allemaal kommer en kwel geweest is. Ik denk dat dit nu ook gewoon voor Mathieu een opportuniteit is. Hij is gezond. Hij heeft de laatste weken ook getoond dat hem echt naar topvorm aan toegeroeid was. Geen probleem. En dat hem van die crosswinter ook gebruik gaat maken om terug een heel goed wegjaar te hebben. Dus ik denk dat we niet kunnen wachten om hem terug in de topvorm. Maar je was in Australië. Ik vermoed dat jullie er ook wel veel over gepraat hebben. Hè? Over hoe dat is kunnen gebeuren. Ik weet niet waar jij verbleef. Well, wij zaten vlak bij Wollongong. Ik zat bij de Belgische ploeg. Voor mij begint het allemaal daar. Hè. Voor mij begint het allemaal met de keuze van het hotel door de Federatie in Nederland. Een luchthavenhotel in Sydney. Dat was echt ver. Dat staat niet gelijk aan rust en professionalisme. Nee, plus dat is ook gewoon te ver van Wollongong en van waar alles anderhalf gebeurde. Uur? Ja, ongeveer. Ja, het was 85 kilometer, maar je mag niet heel snel rijden in Australië, heb ik gemerkt. En het wegennet is ook wel heel, heel speciaal. Dus het duurde echt bijna anderhalf uur tegen dat je in Wollongong was. Ja, daar begint het al. Als je dan ook nog op een verschillend verdiep ligt van de rest van het team en iedereen vindt dat maar normaal en er is geen omkadering. In het hotel van de
de Belg was het onmogelijk geweest dat zoiets zou gebeurd zijn. Los van het feit dat dat vlakbij het circuit was in Wollongong. Dus het begint allemaal daar. En dat Mathieu natuurlijk, dat de zenuwen gespannen staan. Ik zag ook de tweet van Jan Vertonghen. Ja, ik sluit me er ook bij aan. Je weet niet hoe je reageert. Je zou het beter moeten kunnen oplossen, maar je weet ook niet hoe je dat... Ja, hij heeft heel veel steun gekregen eigenlijk. Hè. We hoeven er ook niet dieper op in te gaan op de omstandigheden. Het is een samenloop van ongelukkig. Ja, ik denk dat we dat nu allemaal kunnen parkeren. Hè. Behalve het feit dat hem 3 jaar Australië hier mag. Ja. Dat we dat allemaal kunnen parkeren en dat we vooruit moeten kijken. Bij de mannen zit de trend een beetje in dalende lijn, wat de absolute grote namen en het aantal wedstrijden dat ze rijden betreft. Bij de vrouwen, Niels, ja, daar hebben we wel met een Zoë Bakstedt bijvoorbeeld. Dat is ook weer een van die jonge namen die je daarnet al hebt vermeld. Marianne Vos, Persico, ja, die zijn er wel vaak bij. Dat, de vrouwencross misschien wel boeiender geweest de laatste jaren om naar te kijken dan de mannencross. Ja, maar ik denk dat met het niveau van de vrouwen is echt naar boven gegaan ook. Hè. Vroeger was, tot over een jaar of 7, 8 was zo Sanne Kant en de rest. Hè. En we hebben daar gewoon een flinke opmars gezien, vooral van de Nederlandse vrouwen. Ik denk dat we dat echt ook de afgelopen jaren gezien hebben. Die overstijgen of overklassen momenteel een beetje alles, denk ik, van de cross. Dus ja, het is ook gewoon spannend om naar te kijken, omdat je... Ja, gewoon de afgelopen jaren wisten niet als je naar de vrouwencross begon te kijken wie er ging winnen. Je had heel veel kandidaatwinnaars. Allemaal toppers, bijna allemaal op hetzelfde niveau, zullen we zeggen. En dat was iets anders dan de mannencross. Hè. Je wist al quasi op voorhand, ja, het zijn die twee of die drie en daar zal het tussen gaan. Maar bij de vrouwen, ja, soms racen met 5, 6 en dan ja, was het echt spannend met momenten. Dus dat was wel tof. Thomas, ik heb het al heel vaak aan Niels gevraagd. Hoe komt het dat we geen jonge Belgische talenten hebben die ook echt een rol kunnen spelen daarin? Heb jij een pasklaar antwoord? Want dat kan ook belangrijk zijn voor de cross in België. Het komt, hè. Ik denk dat Vassina, die ook bij de juniors een fantastisch WK op de weg gereden heeft, dat die er wel zit aan te komen. Er zijn nog een aantal namen. Dus laat ons hopen. Hè. Ik ben ook wel fan van het feit dat... En dat is zo wat geruisloos gebeurd, maar ik denk dat veldrijden een van de weinige sporten is waar er zo goed als volledige gelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Het wordt op televisie even lang uitgezonden, de prijzengelden zijn gelijk. En dat wordt, als ik zie welke inspanningen dat wij moeten leveren om dat op de weg allemaal gedaan te krijgen, ik denk dat veldrijden dat fantastisch gedaan heeft. Ook onder impuls van de zenders trouwens. En dat we nu inderdaad met een heel aantrekkelijk veld zitten waar dat hopelijk een aantal Belgen gaan bijkomen de komende jaren. Maar als je ziet wat Bakstedt nu aan het doen is, en als je vraagt waar een fenomeen, favoriete discipline is cross. Die gaat nooit cross laten schieten. Maar ook Julie de Wilde is bij Plantur Pura gebleven, omdat ze kan crossen daardoor in de winter. Je zit met Vas die eraan komt. Je zit met Persico, die hopelijk nog evenveel kan crossen, want die gaat naar UAE. En dat is niet echt een team dat omkaderd is, denk ik, om cross te rijden. Die rijden ook op Colnago, blijkbaar geen crossframe hebben. We dat net te vertellen. Daar gaan wel een aantal uitdagingen zijn, maar het is wel super onvoorspelbaar. En het zal ook voor sommige van de Nederlandse dames, wat we daarnet zeiden, Alvarado of Worst, die zullen wel... Moeten mee, niveau, die moeten echt mee, want je voelt dat niveau echt stijgen. Van Empel, die heel goed aan het seizoen begonnen is, die nu ook naar Jumbo-Visma gaat, die een toptalent is over verschillende disciplines heen, dus het wordt wel interessant. Merk jij aan de kijkcijfers of in gesprekken met sponsors dat ze die vrouwencross even belangrijk of misschien belangrijker vinden? Het is toch wel zeer... vandaag als merk, als bedrijf kan je niet permitteren om vrouwensport niet belangrijk te vinden. Dus die gendergelijkheid, in elk gesprek komt dat terug. Maar bij cross is dat heel eenvoudig. Ik kan gewoon zeggen, kijk, hier is het. De kijkcijfers zijn soms beter voor vrouwen dan voor mannen. Je hoeft niet heel veel meer aan te tonen of je hoeft niet veel te verkopen, want je kan het allemaal op tafel leggen. Niels, wat jij me nog zei over de mannen eigenlijk daarnet voor de uitzending. Waarom hebben Belgische wielerploegen zoals Lotto en Quickstep geen echte crosser die een Belgisch uithangbord kan zijn? Ja, soms denk je daar wel over na. Dat er toch wel, zoals bijvoorbeeld een Lotto. Quickstep gaat dan nu hebben met Tim Merlier een stuk. Ik weet niet hoeveel dat hij gaat crossen. Maar het lijkt mij voor een Belgisch bedrijf of een Belgisch product echt wel interessant om de crosser in zijn rangen te hebben. Lotto is al jaar en dag dat ze zo zeggen van ja, nee. Maar dat lijkt mij zo toch een product dat enerzijds goedkoop is. En de meeste van de toppers tegenwoordig kunnen ook gebruiken in het voorjaar. Dat zien we duidelijk. Ik heb dat in het verleden al gezegd, gelijk naar Laurens Zweek bijvoorbeeld. Dat lijkt mij zo'n beetje, ik zal niet zeggen een kopman in het voorjaar, maar kan op zijn minst op kop rijden. Dat is een bonkige kerel, een beetje Cousteau-achtige stijl. Dat zijn mannen die ook perfect bij een Lotto zouden kunnen functioneren, denk ik.
Ja, want dat is samenvattend, Thomas, denk ik, de boodschap. Hè, dat de cross op zich, zoals in de tijd waar Niels in reed, ja, dat het een onderdeel is geworden van een seizoen en niet meer de pure focus voor veel. Ja, ik denk dat dat... Allee, je ziet nu en die realiteit moeten we meenemen. Bakstedt gaat, Education First komt plots in het veld rijden, hè, want Bakstedt gaat daar naartoe. Dus ik denk dat dat inderdaad de toekomst is van de cross, waarbij dat we een soort crossover zien tussen alle disciplines heen, waarbij cross echt die wintermaanden kan opeisen. En ik denk dat dan de cross echt een mooie toekomst nog tegemoet gaat. Alright. Jullie zijn ook wel bezig met gravel, hè, tot slot. Ja, we hebben ook een aantal gravel-evenementen. Ik ga volgende week trouwens naar het WK Gravel kijken. Wat kan je daarover zeggen? Want dat is voor veel mensen misschien minder bekend. Ja, gravel is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Is ergens een mix tussen op de weg rijden en veldrijden in, waarbij dat je eigenlijk onverhard eerder over echt gravel, over steentjes zoals wij dat noemen, hele lange tochten onderneemt. En dat zit enorm in de lift. De constructeurs zijn daar ook heel erg mee bezig, want de markt is heel groot. Ik denk dat Niels ook wel wat gravelfietsen verkocht heeft. Ja, gravel, dat heeft de cross. Vroeger hadden inderdaad de mannen die met de crossfiets naar het werk reden. En dat is de cross. Dus wordt alleen nog verkocht aan echt competitieve renners. En de gravelbike heeft die markt volledig overgenomen. Ja. Zo de stadsfiets met rechtsturken, zo sportief fietsken, fitnessbike. Dat is volledig gepasseerd. Dat is allemaal gravel. Dus, Waar is dat WK, Thomas? In Veneto, Vicenza in Italië. Alright. Goed, als ik jullie nog één vraag mag stellen. Waar kijken jullie echt naar uit het komende crossseizoen? Is er één iets dat er bovenuit steekt, Thomas? Moet ik Val d'Isole? Denken. Ja, nee, ik kan niet naar Val d'Isole. Dublin? Maar ik kijk wel uit naar Dublin. En een goed pintje in Dublin eigenlijk. Ja, en de eerste palen zitten al in de grond, heb ik gezien. Er wordt al hard gewerkt, ja. Kijk eens aan. Niels, voor jou? Ik kijk uit naar Hoogerijden. Hopelijk de drie mannen aan de start. En dus op 5 februari mijn verjaardag. Dus. Kijk eens aan. Ja, daar en moet wat word je dan, zijn. Niels? 37. Ja. En ik ben er ook wereldkampioen geworden in Hoogerijden, dus dat... voor mij is dat zo wel een dag om naar uit te kijken. Oké, goed. Ik denk dat de collega's al weten wie ze moeten uitnodigen die dag als analist. Mannen, ik ga jullie bedanken, Niels Albert, Thomas van der Spiegel, voor jullie vooruitblik op het seizoen. En de komende weken, maanden, zullen jullie bij ons dus wel nog meerdere afleveringen van Derailleur kunnen beluisteren en kijken natuurlijk naar de Wereldbeker en de Superprestige op PIX Plus Sports. Tot binnenkort.